Ik ben van de week geïnterviewd door een journalist van De Ondernemer over hoe ondernemers videomarketing inzetten voor de groei van hun business. En hij stelde me een aantal heel interessante vragen, zoals hoe begin je nou het beste met videomarketing voor je bedrijf? En moet iedere ondernemer vooral aan de video? Mijn idee is dat video zeker niet passend is voor elk bedrijf. Nou, wanneer is het nou wel slim om video als marketingmiddel in te zetten? En wanneer kun je er beter niet aan beginnen? Nou, ik zal je er in deze video mijn antwoord op geven. En ik ben inderdaad weer terug aan de Côte d'Azur. En het is hoog zomer hier. Lekker warm. En zoals je vast hoort op de achtergrond een enorm gezang van een mannelijke cigales. Het zijn dus geen krekels. Maar die proberen indruk te maken op de vrouwtjes. Goed, terug naar het interview met de ondernemer. Waarin mij de vraag werd gesteld. Hoe weet ik als ondernemer nou, wat goed werkt voor mijn bedrijf. En ook wat goed werkt voor mijn doelgroep. Nou, dat is een heel goede vraag. En mijn antwoord daarop luidde. Wat voor het ene bedrijf heel goed werkt, hoeft niet per se voor het andere bedrijf te werken. Maar er is één video die altijd werkt en dat zijn videotestimonials. Want onze klanten zijn natuurlijk onze beste ambassadeurs. En het geeft gewoon enorm veel vertrouwen om je klanten aan het woord te laten. Het is gewoon het meest geloofwaardig en overtuigend. En een bijkomend voordeel is ook dat je de videotestimonial natuurlijk kunt transcriberen en die kun je dan weer gebruiken als geschreven testimonial. De journalist stelde me ook de vraag, hoe kun je nou het beste beginnen met videomarketing voor je bedrijf? En misschien loop jij ook wel met die vraag rond. En mijn advies aan jou is dan, zorg dat je heel goed begeleid wordt. En je hebt budget nodig om hoge kwaliteit video's te laten maken. En dan wil je uiteraard dat die video's zo lang mogelijk meegaan en je ook echt nieuwe klanten en nieuwe omzet opleveren. En er zijn eigenlijk maar twee dingen die echt het verschil gaan maken tussen videomarketing waarmee je wel of juist niet in gesprek komt met nieuwe leads. En dat is wat je voor en na een video doet. Dus voor en na het opnemen van een video. En vooraf wil je heel goed nadenken over je positionering en je boodschap. Oftewel, hoe wil je als bedrijf gezien worden en met welke boodschap breng je mensen echt in beweging? En wat wil je dat je video gaat opleveren? Ja, wat wil je dat mensen gaan doen nadat ze je video hebben gezien? Nou, en na het opnemen van je video wil je er natuurlijk voor zorgen dat je gewoon continu zichtbaar bent met inhoudelijk heel sterke video's. En je hoeft daarvoor heus niet elke week video's op te nemen of elke maand. Je kan al met twee draaidagen kun je al videocontent maken voor een heel jaar, waar mensen dus een heel jaar naar kunnen kijken. En het is ook heel eenvoudig, want als je eenmaal weet waar jouw klanten naar op zoek zijn op internet, dan weet je dus ook over welk onderwerp je het beste een video maakt en deelt. En wat heel belangrijk is om te onthouden is dat video gewoon echt een lange termijn strategie is. Dus als je erop gericht bent om gewoon direct resultaten te boeken, dan kun je beter een like-campagne of zo doen. Maar ik vermoed dat het niet is wat je wil, hè, want likes betalen jouw rekeningen niet. En dus wil je, ja, zijn er andere zaken waar je op moet letten bij videomarketing. Dan een andere vraag. Moet iedere ondernemer, inclusief ZZP'er en inclusief MKB, volgens jou aan de video? Nou, ja en nee. Ja, want video is natuurlijk gewoon heel sterk als marketingmiddel. Het is gewoon heel slim om dat te gaan gebruiken. Dat komt gewoon het dichtst in de buurt van een persoonlijk gesprek. En mensen zien je en ze horen je. En mijn idee is ook dat bedrijven zich ook niet langer kunnen verschuilen achter wij of achter stokbeelden. Hè, die door iedereen gebruikt kunnen worden. We willen gewoon de personen, de mensen achter het bedrijf zien. En hoe persoonlijker en hoe authentieker je je marketing maakt, hoe meer verbinding je ook kan creëren met de mensen die aan de andere kant van het scherm zitten. En die verbinding kan je wel degelijk maken.
Wat ik alleen vaak zie gebeuren is dat ondernemers die gaan dan een cursus volgen, bijvoorbeeld een cursus video's maken of ze gaan leren vloggen. Maar uiteindelijk lopen ze er gewoon helemaal op vast, want het vraagt heel veel tijd om te maken. En als ondernemer wil je gewoon met je vak bezig zijn en niet dagen aan het stoeien zijn met een video waar je uiteindelijk ook maar eigenlijk niet tevreden mee bent. En de resultaten van videomarketing zijn ook eigenlijk van veel meer factoren afhankelijk dan alleen van het maken van een video. En daar kun je ook je buurmeisje of je neefje voor vragen. Die kan ook heel goed een video maken, maar daarmee krijg je nog niet per se nieuwe klanten. Dus mijn advies is, denk vooraf goed na over hoe je het wil gaan aanpakken. Wie binnen je organisatie wordt het gezicht naar buiten toe? Hoe zorg je ervoor dat je consistent in beeld blijft bij jouw doelgroep? Het zijn allemaal belangrijke vragen om vooraf goed over na te denken voordat je met video marketing aan de slag gaat. En wat ik je tot slot nog wil meegeven is dat video ook vooral een leerproces is. Het vraagt ook gewoon tijd om daarin te groeien. Dat heb ik zelf ook ervaren. In het begin vond ik het heel lastig. Ik vind het nog steeds wel lastig. Maar het is onwennig en het voelt ongemakkelijk. Maar ja, hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het gaat. En ja, bij iedere ondernemer komt wel de perfectionist naar boven als die met video aan de slag gaat. En er zijn van mij ook heel wat video's die het internet nooit gehaald hebben. Dus ja, ik wil je vooral uitnodigen om het gewoon te gaan doen, om er gewoon mee te gaan beginnen. Maar laat je heel goed begeleiden. Nou, wil je nou het hele interview lezen? Klik dan op de link bij deze video. En dan kan je het interview op de ondernemer lezen in zijn geheel. En wil je nou met video aan de slag voor jouw bedrijf, hè, om echt in gesprek te komen met potentiële klanten, dan nodig ik je van harte uit om je op te geven voor een gesprek. En dan geef ik je ook ideeën wat jij het beste kunt doen voor jouw bedrijf om in contact te komen met die potentiële klanten. En ik denk heel graag met je mee over jullie videostrategie die helemaal past bij jullie bedrijf en bij jullie klanten. Nou goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.